Nu is het nog weinig meer dan een natte vlakte. Maar hier aan de rand van het XL Business Park Twente in Almelo wordt al keihard gewerkt om straks een enorm gebouw neer te kunnen zetten. Projectontwikkelaar is Groep Heijlen, een onderneming die is gespecialiseerd in dit soort grootschalige projecten in België en Nederland. De T-Port Logistic Campus Almelo gaat het heten. En het wordt zo'n 28 voetbalvelden groot. Een campus dus. Een complex dat één geheel vormt, maar wel gebouwd is voor meerdere huurders. Nou, dat betekent één groot gebouw wat multi-indeelbaar is. Dus in één gebouw heb je verschillende gebruikers. En de faciliteiten aan de buitenkant zijn gedeeld. Dus parkeren, dat soort zaken. En wat dan ook een voordeel van kan zijn van zo'n campusmodel, dat als de ene klant bijvoorbeeld een piek in de zomer heeft en de ander tegen de kerst, dat je dan ook met personeel flexibel uitwisselbaar kunt zijn. En dat is waarom wij als Groep Heijlen altijd in campusmodellen werken. Om een idee te krijgen van wat er nou eigenlijk gebeurt in zo'n grote blokkendoos, gaan we naar Venlo. Het logistiek centrum van Nederland. Hier staat een vestiging van Blackman, ook gebouwd door Groep Heijlen. Het pand is splinternieuw, was 5 weken in gebruik. Wat wij doen is voor de klanten JustFab en Fabletics, dameskleding, handtassen, schoenen, alles wat de dames aan hebben. In Europa plaatsen de dames orders en wij verwerken de orders, zodat die keurig en op tijd bij hun thuis afgeleverd worden. Met zeecontainers vol komen de kledingstukken uit Azië. Ruim 1,5 miljoen artikelen zijn hier opgestapeld. En toch is elk truitje of elk paar schoenen terug te vinden dankzij een uitgekiend registratiesysteem. Hier vanuit Venlo gaan de kleren heel Europa door naar de klanten die ze hebben besteld. Voor dit werk is dus veel ruimte nodig en veel menskracht. Afhankelijk van de drukte in een bepaalde tijd, want dat gemiddeld tussen de 100 en de 170 mensen. De mooie is dat wij met de Heijlen Groep samen eigenlijk het pand gebouwd hebben, als ik dat zo mag uitdrukken. Ofwel dat wij onze wensen kenbaar hebben kunnen maken. We willen het op die manier hebben en dat is uitstekend gelukt, moet ik zeggen. Het nieuwe pand van Groep Heijlen in Almelo wordt dus net zoiets. Hoewel, dit gebouw in Venlo is 18.000 vierkante meter en dat is al behoorlijk groot. In Almelo wordt maar liefst 180.000 vierkante meter neergezet. Welke huurders van de logistieke campus gebruik gaan maken is nu nog niet bekend, maar de behoefte aan zo'n pand is er zeker. Wij hebben gekozen voor Almelo omdat eigenlijk daar alle faciliteiten aanwezig zijn. Op het XL Business Park hebben we een containerterminal op het terrein. Er ligt een snelweg op het terrein feitelijk, het ligt op zichtlocatie. En dat maakt het voor de uitgangspunten voor een bedrijf belangrijk om zich daar te vestigen. Maar het belangrijkste aspect is werkgelegenheid. Dus je merkt dat met name hier in Venlo druk op de arbeidsmarkt enorm toeneemt. En in Almelo, in Twente als geheel, is er meer arbeid beschikbaar. En ik denk dat dat een heel belangrijk aspect zal worden voor bedrijven om zich in Almelo te vestigen. Venlo is door de gunstige ligging in Zuid-Nederland al jaren een logistiek centrum. Twente zou wel eens een goede opvolger van Venlo kunnen worden als logistieke hotspot. Alle faciliteiten zijn aanwezig, alleen de tukkers moeten even af en toe de grote jas aan doen om te laten zien wat ze in huis hebben. En er is heel veel, want als je kijkt wat er in Twente zich al op logistiek gebied afspeelt, is dat enorm. Logistieke bedrijven zien er meestal uit zoals deze in Venlo, als saaie rechthoekige blokkendozen. Ook in Almelo wordt het een rechthoek, dat is nu eenmaal het meest praktisch. Maar er is wel nagedacht over de architectuur. Als je zo'n groot terrein als het XL Business Park hebt, dat toch 120 hectare groot is, dan zijn natuurlijk links en rechts best wat boerderijen verdwenen. Nou, die proberen wij in ons ontwerp terug te laten komen als kantoorunits of kantines op de etages, zodat je toch een beetje een geschakeerd beeld hebt en dat die rechte dozen die je voor state-of-the-art logistiek toch nodig hebt, toch een beetje te breken en inpasbaar te krijgen in het landschap. Kijk, en in Almelo hebben we nog een kleine andere spielerij. Daar hebben we de plating die aan de buitenkant wordt aangebracht. Ja, daar zit een soort weefpatroon in, wat dan ook nog weer een kleine knipoog is naar het Twentse textielverleden. Dus nou, op die manier proberen we daar toch iets speelser mee om te gaan. Deze zomer al gaan de eerste bedrijven gebruik maken van de logistieke campus. Als alles operationeel is, levert het complex zo'n 1000 arbeidsplaatsen op.